De Waterpoort van Sneek is de bekendste waterpoort van Nederland. De brug staat op de scheiding tussen Stadsgracht en Stadscentrum. De poort bestaat uit twee achtkantige torens en een brug. Boven de brug woonde in vroege dagen de poortwacht. Historici denken dat de waterpoort rond 1492 werd gebouwd, toen Sneek een stadswal kreeg. Met de poort werd de toegang over water afgesloten. Aan het begin van de 16e eeuw werd de waterpoort verbouwd tot sierpoort. Hierdoor kwam het jaartal 1613 in de geschiedenisboekjes als bouwjaar van de waterpoort. De poortwachterswoning stamt uit 1785. Na 1825 werd de stad in de nachtelijke uren niet meer afgesloten en verloor de waterpoort definitief haar oorspronkelijke functie. Eens had Sneek 5 waterpoorten en 2 landpoorten. In de 19e eeuw werden alle poorten van Sneek afgebroken, behalve deze waterpoort. Het heeft echter maar een haartje gescheeld of ook deze waterpoort werd afgebroken. De stoomboten konden er niet onderdoor. De bevolking protesteerde en de waterpoort bleef gespaard. Nu is de waterpoort van Sneek een historisch gebouw. Een prachtig uithangbord voor de watersport die in de 20e eeuw tot ontwikkeling kwam.